Vanaf vandaag komen de eerste asielzoekers binnen in de noodopvang aan de Scharenburg in Druten. Er ontstond recent nog ophef rondom de noodopvang bij omwonenden, die bang waren dat door de komst van de vluchtelingen hun privacy in het geding zou raken. Het COA en de gemeente hebben maatregelen genomen om de veiligheid en privacy van zowel vluchtelingen als omwonenden te garanderen. De gemeente zegt het logisch te vinden dat niet iedereen blij is met de komst van een noodopvang en de zorgen met betrekking tot veiligheid te begrijpen. Dit is ook de reden dat vanaf het moment dat de locatie van de noodopvang bekendgemaakt werd, de gemeente gelijk met de buurt en omwonenden in gesprek is gegaan. Uit deze gesprekken zijn een aantal voorkeuren naar voren gekomen die geleid hebben tot maatregelen om de veiligheid en privacy te kunnen garanderen. Dus we hebben extra verlichting geplaatst. Op verzoek van de buurt hebben we ervoor gezorgd dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals bijvoorbeeld het bikerteam, die fietsen rond dagelijks van 9 tot 9 en waar nodig ook op andere tijdstippen, om zo ook een oog in het zeil te houden voor de veiligheid. De noodopvang zal 100 asielzoekers huisvesten. Sommigen zullen al een status hebben, anderen nog niet. Deze asielzoekers zullen uit verschillende landen afkomstig zijn. Hierdoor is het een mooi samenstel van verschillende herkomstlanden. Sommige mensen met status zijn in afwachting van een woning, dus die kunnen relatief snel wellicht weer uitstromen als er een woning beschikbaar is. Anderen zullen nog moeten wachten op de start van hun procedure. Ja, zoals bekend is dat tegenwoordig iets langer dan wenselijk of gebruikelijk. We verwachten een gemiddelde doorstroomtijd van 9 maanden. Er is gekeken naar andere plekken, maar uiteindelijk is dit de plek die het is geworden. En het gebouw, en dat is misschien ook wel belangrijk om te zeggen, we hebben ook zo ontworpen dat het een beetje een geborgen plek is en ook in overleg met de buurt en de omwonenden. De meningen over de komst van de noodopvang voor de asielzoekers liepen uiteen onder mensen in het centrum van Druten. Ik heb gewoon wat stukjes uit de krant gelezen, meer niet, dus ik weet er ook niet het fijne van. Ja, ik vind die mensen moeten ook leven maar, en een woning hebben, maar onze kinderen ook. Ik ben nog niet op de Scharenburg geweest, maar zoals ik hem weet van 5 jaar geleden was dat vrij. Er waren niet veel woningen daar. Tenminste, ik weet niet waar het centrum ergens terechtkomt. Dus ik zou zeggen, als het niet in de bebouwde kom zit meteen. Maar ze hebben wel een woning nodig. De noodopvang is, zoals de naam al prijsgeeft, tijdelijk. De locatie aan de Scharenburg stopt over 2 jaar. Uiteraard worden de mensen niet op straat gezet. We zijn als Nederland verplicht om opvang aan te bieden aan ieder. Dus als het hier stopt, dan draagt het de COA de zorg voor dat ze op een andere plek weer opgevangen worden. De gemeente, het COA en de politie zullen dagelijks overleg hebben gedurende de 2 jaar dat de noodopvang zal bestaan. Om te kijken hoe staat het nou met de veiligheid. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat.